Bij jullie betaalt de gast ook voor zijn stroom? Deels. Onze vaste gasten die krijgen een vast contingent aan stroom. En als ze erboven gebruiken, dan moeten ze voor betalen. Maar onze toeristische gasten, dus die met camper, caravan en tent komen, die betalen niks extra voor de stroom. Vanaf volgend jaar, dus vanaf 2021, gaan we wel extra geld vragen voor een zwaardere aansluiting. Dus dan betalen ze niet per kilowattuur, maar betalen ze in plaats van voor een 6 ampère aansluiting, voor een 10 of 16 ampère, betalen ze dan meer per nacht of per periode. En dat is dan een vast bedrag, dus daar zit nog niet echt incentive in om minder energie te gebruiken. Dus dat hebben wij er nog niet in. Maar wij hebben heel veel gasten die bijvoorbeeld een weekend komen. Dan heb ik geen zin om op zondagmiddag nog 30 cent stroom af te rekenen. Dus eigenlijk zit daar... Dan moet in de toekomst met betaalmogelijkheden... verwacht ik ook wel dat er iets mee kan. Dus met creditcards of noem maar op. Dat moet kunnen. Ab, je had het net over dat jullie hebben meerdere bedrijven. Het is inderdaad een iets andere discussie natuurlijk. Maar zie je nou vergelijkbare issues ook ontstaan bijvoorbeeld Strandpaviljoen? Daar wordt natuurlijk ook wel meer naar all-electric gewerkt. Dat is vaak een hele lastige business case, omdat je met ellenlange toevoerkabels zit. Je beperkt zit. Dus feitelijk is daar de enige manier om meer met stroom te doen is wat zonnepanelen leggen. Maar dat is vaak ook beperkt natuurlijk. Dus dat is nog wel een lastige. Heel erg belangrijk, ik zei het net al, daarom staat hij hier gewoon weer. Bij familieopvolging praat met je kinderen. En daarmee kun je eigenlijk niet op tijd genoeg beginnen. Doe het niet te formeel, maar onderhoud het gesprek, geef je wensen aan en vraag hoe zij de toekomst voor hun zien. Heel erg belangrijk. En doe dit in ieder geval, ik zou zeggen begin per direct, maar doe het in ieder geval 3 jaar van tevoren, voordat je het bedrijf wilt overnemen. Want dat zal de bank na dit webinar ook aangeven. Het is heel erg belangrijk om in ieder geval 3 jaar van tevoren met een overname traject te starten. Dat heeft veel fiscale en veel financiële voordelen. Dus wil jij jouw bedrijf verkopen, zorg in ieder geval dat je 3 jaar van tevoren hiermee start. Maak je bedrijf slim verkoop klaar met je accountant en je fiscalist. Denk na over de investeringen. Een bekend voorbeeld hiervan is een huis. Wanneer je een huis wilt verkopen en je gelijk nu nog even de badkamer investeren gaat in je badkamer voor 15.000 euro, is je huis misschien niet 15.000 euro meer waard. Het hangt er heel erg van af wat de koper daar, wat voor smaak de koper daarin heeft. En datzelfde geldt eigenlijk voor een bedrijf. Wat maakt een bedrijfsovername nou zo bijzonder? Dat heeft eigenlijk te maken met de criteria die de bank hanteert om een overname te beoordelen. En het eerste criterium is de ondernemer. Vaak is dit een nieuwe partij voor de bank. Dus het is goed voor de bank om die ondernemer te leren kennen. Daarnaast is het fijn als wij ook de plannen die de ondernemer heeft met het bedrijf, om die goed te leren kennen. Naast het feit dat we die ondernemer goed willen leren kennen, is het ook goed om naar het bedrijf zelf te kijken. We zullen dan eerst kijken naar het verleden. We kijken dan naar de omzet en de resultaten in het verleden door de huidige ondernemer. En we kijken dan ook weer naar schuin oog naar de toekomstverwachtingen die de onderneming heeft. Om te kijken of die realistisch zijn. Allerbelangrijkste tip in dit geval is, blijf wel zakelijk denken. Dat is wel een gevaar binnen familiebedrijven. Ouders zeggen dan heel snel, ach, ik moet mijn kinderen helpen. Ik wil het niet te zwaar maken voor ze financieel. Maar je moet wel rekening houden met het feit dat u misschien wel een belangrijk deel van uw pensioengeld in dat bedrijf laat zitten, wat die kinderen gaan gebruiken om verder te ondernemen. Die risico's die blijven er dus ook in zitten. Dus gaat er iets mis, en dat hebben we dit jaar allemaal gezien wat er mis kan gaan, waar nog niemand ooit over nagedacht heeft, dan kan het ook met uw pensioen misgaan. Dus ondanks dat u lief wilt zijn voor uw kinderen, blijf wel zakelijk. Zorg voor goede contracten, goede voorwaarden en vooral goede zekerheden als u geld in de zaak laat zitten. Dat kan ook misschien wel een goede reden zijn om te zeggen, goh, laten we het geld er maar uittrekken. Laten we de bank maar wat meer financieren als die daar goede mogelijkheden voor zien. Dan kunnen we de risico's ook goed verdelen.
Wat zijn uw mogelijkheden? Wat zou u kunnen doen om die maatschappelijke waarde te vergroten? Als u gaat redeneren vanuit investeren, dan zou het belangrijk zijn om dan te denken aan het versterken van de lokale economie. Een bijdrage leveren aan het voorzieningsniveau. Zorgen dat die kwaliteit van de leefomgeving omhoog gaat en dat het ook de sociaal-culturele waarde versterkt. Dus elke investering die je doet, zou je eigenlijk vanuit die gedachte moeten doen. Je kunt ook streven naar het blijven aanbieden van voor uw regio waarin u actief bent, aanvullende, maar wel unieke diensten. En dat draagt dan weer bij aan het voorzieningenniveau. En een derde suggestie is dat u samen met de inwoners een bijdrage levert aan het behoud van de culturele identiteit van de regio. We krijgen wel eens de vraag ook van andere ondernemers van hoe doe je dat? Maar dat is ja, eigenlijk heel simpel. Meld je aan bij een goed doel. Wat past bij jezelf, wat na aan je hart ligt. En ga kijken wat je dan samen kan. Je gast vindt het leuk, maar de inwoner ook. Je wordt er zelf ook beter van. We hebben al gezegd, we willen hagelslag op ons brood en de rest dat willen we graag wegschenken. Je moet het niet doen om er echt winst mee te maken, want dat is het niet. Het is winst door de warmte die je daarvan terugkrijgt, zeg maar. Als jij denkt van, nou, ik heb alleen maar oog voor mijn gasten, ja, dan kan je ook een prima bedrijf hebben. Alleen ik denk wel dat je kansen laat liggen. In principe kunnen mensen uit de omgeving bij ons een seizoenskaart kopen tegen gereduceerd tarief. En die kunnen dan van alle faciliteiten zo'n beetje gebruik maken. Zwemmen, dat is spelen, dat is op het terras van het restaurant zitten, dat is een binnenspeeltuin. Ze mogen meedoen met het animatieteam. Ik denk dat je sowieso zaken moet organiseren die je zelf leuk vindt. En dan kan je kijken van nou, kan ik daarbij ook iets betekenen voor mensen uit de buurt? Of is het leuk als er ook mensen uit de buurt op deze activiteit afkomen? Dat is denk ik het makkelijkste. Als je het hebt over noodzaak, en dat heb ik ook in de gesprekken met verschillende innovatienetwerken of KNI-netwerken in Zeeland, kwam dat naar boven. Typisch een noodzaak is personeelstekort. Van, we kunnen de mensen niet vinden, kunnen we niet een robot inzetten om het werk uit te voeren. Dat kan. Evengoed kan werk bijvoorbeeld heel saai zijn, of gevaarlijk, of moeilijk, of zwaar. Het zijn ook typische voorbeelden waar je... Ja, waar je denkt aan digitalisering en robotisering en automatisering. Je kan ook denken aan kosten. Ook wel een voor de hand liggende. Maar als je naar de kantine gaat, dan staat daar een automaat, een blikjesautomaat, waar je een blikje cola uithaalt. En daar staat geen meneer of mevrouw die jou een blikje cola verkoopt. Die meneer of mevrouw is veel te duur en we hebben dat vervangen door een apparaat. Verhuur blijft relatief beperkt, maar ook het verhaal meevaren of het verhaal ik leen een boot wordt niet in ieder geval als zodanig ervaren en veel mensen hebben op hun eigen boot gerecreëerd. Maar als we dan weer kijken naar die first time users, dan zien we daar juist dat die veel meer hebben gehuurd. Dus daar zit misschien ook wel een sleutel voor de toekomst om die markt goed aan te boren. Verder zie je dat er nieuwe eigenaren zijn op het water. We hebben ook een stukje kwalitatief onderzoek gedaan, mensen gebeld, doorgevraagd. En dan zie je dat er inderdaad wel nieuwe eigenaren zijn die gewoon hebben gedacht in het voorjaar, het wordt niks meer met de zomervakantie, laten we dit moment maar aangrijpen om een boot te kopen. En verder zie je dat mensen inderdaad de boten van hun ouders hebben geleend. Mij viel het op dat er niet eens zo heel veel, wat je dan zou noemen oude bootjes, zijn opgeknapt. Wel de jonge mensen, maar dat zijn niet de grote aantallen. Maar dat de vloot wel een soort vernieuwing heeft gekregen in eigenaren. Toen we helemaal weer van alles mochten, hebben we eigenlijk alles meer gedaan als vorig jaar. Dus meer verhuurd, meer lessen gegeven voor kinderen. Maar ook meer mensen, volwassenen, die dus denk ik op hun bucketlist hebben staan om ooit te willen leren zeilen, die gedacht hebben, daar gaan we dit jaar nou maar eens voor gebruiken om dat te doen. En dat we ook huisjes hebben. We merken wel de combinatie van dat verblijf met de activiteit. Dat is echt wel iets waar wij ook steeds meer aanvraag op krijgen. Zeker als je het kijkt naar het zeilen voor de kinderen, daar merken we dat het allemaal wat spectaculairder moet en zo. Waar we vroeger gewoon heel rustig, nu willen ze het allemaal heel uitdagend en ja, moeten we ze een beetje triggeren.
We merken om ons heen dat het weer verandert. We hebben meer extreme. Als het regent, kan het flink regenen. En als het warm is, kan het ook flink warm worden. En eigenlijk is klimaatadaptatie niks anders dan ons leven en hoe we onze omgeving inrichten, daarop aan te passen. Eigenlijk zijn we allemaal al heel erg bezig met die klimaatverandering. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de herinrichting van het park Molenwater in Middelburg. Ik fiets daar dagelijks zo'n beetje overheen. Dan zie je ook, daar is ook heel erg nagedacht over waterberging. Dus bij de herinrichting is echt al nagedacht, hoe gaan we toekomstige hoosbuien te lijf. In bepaalde wijken wordt nagedacht over meer groen. Want meer groen betekent ook betere bescherming tegen periodes van hitte. Ik denk dat je uiteindelijk, wanneer je met je bedrijf met herinrichting bezig gaat of met nieuwe inrichting, dat doet binnen de kaders die de kustvisie daarvoor stelt. Waarbij landschap steeds meer een basis wordt voor ontwikkeling en recreatieland. En dan kan het een verrijking zijn voor de inrichting van je terrein. Dus het een hoeft het ander niet uit te sluiten. Sterker nog, het kan je terrein verfraaien, het kan landschap creëren.